Oké, goedemorgen. Het is de dag van de actie. Ik sta hier met u. Wie bent u? Ik ben Pieter Dama. Ik ben de man van het transport, van de aan- en afvoer. Ik heb de beschikking over het busje hierachter. Waarmee we buiten deze actie om de provincie ingaan om handtekeningen te verzamelen voor een aanklacht tegen de staat zelf. En hoe gaat dat, de handtekening ophalen? We gaan de markten af in de omgeving. Het is, tot nu toe hebben we maar weinig markten gehad, dus het is nog niet echt bekend bij de bevolking. Maar dat gaat wel komen. We gaan gewoon door. Langzamerhand geeft het meer bekendheid en zullen we meer formulieren binnen gaan krijgen. En wat vervoer je vandaag? Vandaag zit de bus afgeladen vol, helemaal afgeladen vol. Voornamelijk met plunjezakken, tenten, slaapzakken, materiaal voor de demonstratie daar, stroobalen, van tot aan de nok. Okay. Maar straks moet ik nog een keer van dit stro hier, wat je daar ziet liggen, dat moet er ook nog allemaal heen. Dus ik heb nog twee reizen te doen. Oké. Hoe ben je betrokken geraakt bij deze strijd? Deze strijd gaat via het hele gasgebeuren in Groningen. De wantoestanden hier die veroorzaakt worden door, met name door Shell. Die overal vingers in de pap heeft, ook bij de regering. Ik vind het een groot onrecht wat hier gebeurt. En hoe vind je de strijd verlopen? We doen stapje voor stapje. Voetje voor voetje. Het lukt niet om zo'n reus in één keer om te krijgen. Dus alles wat we doen is meegenomen. Maar er zijn nog meer stappen nodig om echt resultaat te krijgen. Maar Code Rood is een goede stap? Dit is een hele goede stap. Ja, dit maakt ook de Groningers zelf even wakker. Niet dat ze zitten te slapen, maar ze zijn een beetje moedeloos van alle strijdjes die al gevoerd zijn zonder resultaat. Dus ik hoop ook echt dat er vandaag een goed statement gemaakt wordt wat de Groningers een beetje een steun in de rug geeft. Oké, nou, succes vandaag. Bedankt. Dankjewel.